Een goede avond allemaal. Uh, welkom op onze tweede webinar over de nieuwe Pre-Eco-regelingen 2022, die we organiseren voor de sector van de voedergewassen. Ikzelf ben Marleen Dullanois, werkzaam bij het departement Landbouw en Visserij als sectoradviseur Voedergewassen en Biologische Landbouw. En ik zal jullie gidsen doorheen deze studieavond. Nu, hoe zal deze webinar verlopen? Wel, ik ga eerst beginnen met een aantal praktische zaken te overlopen over het functioneren van die webinar en daarna overloop ik graag met jullie het programma. Uh, voor deze studieavond gebruiken we een Teams Live Event en deze module laat toe om veel mensen deel te laten nemen aan de webinar. Uh, we zijn nu sowieso al vanavond met uh, meer dan 100 mensen, verwachten zeker ook nog wat meer mensen. Nu, um, bij zo'n Teams-webinar zijn er ook wel een aantal uh, beperkingen. Het is te zeggen, sowieso zijn jullie microfoons en jullie camera's sowieso uitgeschakeld. Dus het is op zich niet mogelijk voor jullie om mondeling aan bod, uh, aan bod te laten komen. Um, video's kunnen dus ook niet aangezet worden. U kan wel in- en uitzoomen uh, op het beeld. Dat kan via de control-toets samen met de min- of de plus-toets. U kunt ook terugspoelen moest u iets gemist hebben. Uh, dat, kan, dat kan onderaan uw scherm. Um, maar uh, indien er in vragen zijn of als er problemen zijn, moest u vastlopen, kan u een mail sturen naar sectoradvies.lwplanderen.be of er is op telefonische bijstand voorzien. Sowieso is het belangrijk eigenlijk om te uh, proberen uh, te werken via de kabel, uh, indien mogelijk is om die aan te sluiten, dan zal de verbinding vaak beter zijn dan met wifi. Moest u eventjes de verbinding uh, kwijtgeraken, dan is het best om gewoon af te melden en terug aan te melden, uh, of inderdaad de, de mensen ons telefonisch te contacteren. Normaal gezien is deze module zo opgemaakt dat we toch veel mensen kunnen ontvangen. Uh, maar bo, techniek is altijd fantastisch als alles goed loopt. Uh, ik heb dus al uh, aangegeven um, dat jullie niet uh, mondeling uh, aan bod kunnen en dat we jullie niet uh, aan het woord kunnen laten, maar jullie kunnen natuurlijk zeker ook wel vragen stellen. Hè. Er is eigenlijk binnen uh, Teams Live is er een module vragen en antwoorden voor live gebeurtenissen. Dus als u rechts in uw scherm klikt, dan kan u daar um, op deze knop, hè, dan, kan u, dan opent zich een module. En u kan dus eigenlijk onderaan kan u op ieder moment een vraag stellen. En dan klikt u op het knopje verzenden. En dan komt deze vraag bij de organisatoren. Want indien u de vraag anoniem wil stellen, dan klikt u gewoon op het vakje anoniem helemaal onderaan. Uh, deze vragen komen bij ons als organisatoren. En wij gaan die bekijken of dat deze vraag zal mondeling toegelicht worden. Uh, tussen de presentaties is er telkens een moment dat er vragen mondeling worden toegelaten, toegelicht. Het kan ook zijn dat u uw vraag, als dat een heel specifieke specifiek vraag is, dan gaan we dat gewoon via de chat een uh, antwoord geven en dan vindt u dat antwoord terug bij mijn vragen. Merken wij dat u niet de enige bent die een bepaalde vraag heeft, en vinden we het toch nuttig om het nog eens te duiden voor verschillende mensen, dan kan het ook zijn dat deze geplaatst wordt bij aankondigingen, vragen van andere deelnemers. Uh, als een dergelijke vraag van u daar gepost wordt, dan is die sowieso anoniem. Dus ik zou zeggen, het niet om vragen te stellen. We zijn hier allemaal aanwezig eh, om, eh, om vragen te beantwoorden. We hebben verschillende experten beschikbaar achter het scherm. Dus ik zou zeggen, het is ook heel leuk en interactief als er heel wat vragen komen, eigenlijk. Eh, want uiteindelijk we zitten we misschien wel alleen achter uw PC, maar we zijn hier zeker niet alleen. Dus voilà, eh, vragen staan dus zeker vrij. Nu, wat, eh, wat hebben we vanavond voor jullie in petto? We hebben eigenlijk een Hans-programma voor jullie opgesteld. Ikzelf zal beginnen met de uitleg over de pre-ecoregelingen uh, 2022. Vervolgens zal Lux Sobri van Inagro uh, het hebben over ecologisch beheerd grasland. Ja, hoe pak je dat nu aan? Hoe ga je ermee aan de slag? Vervolgens hebben we een spreker uit Nederland, Pedro Jansens van het Louis Bolk Instituut, die het zal hebben over hun ervaring met productief kruidenrijk grasland in Nederland. Daar zij eigenlijk al meer jaar proeven hebben daar rondlopen. Uh, Luc Sobri van Inaro zal ook toelichten wat we in Vlaanderen al uh, qua, er, qua ervaringen hebben rond productief kruidenrijk grasland. Vervolgens zal Joost Latree van de Hogeschool Gent het hebben over het potentieel van eiwithoudende gewassen als voedergewas. En als laatste komt Simon Kool van het ILVO en BOT, die eigenlijk het belang en de voordelen van precisielandbouw dat, uh, zal duiden. Voilà, dat is het Hans boterham. Uh, dus laten we er gewoon mee aan de slag gaan. Dus voilà, ik zal beginnen over pre-eco-regelingen pre 2022. Uh, um, ik zal eerst eens beginnen met de aanleiding en, uh, en de stand van zaken. Um, zoals de meesten van jullie weten, moest er normaal gezien een nieuw GLB gestart zijn op 1 januari 2021. Nu, wegens verschillende omstandigheden, wegens de Europese verkiezingen, er is een lancering geweest van de Green Deal, de Farm to Fork Strategy, de Europese meerjarenbegroting, heel, heel veel verschillende zaken, is er eigenlijk een vertraging gekomen in het beslissingsproces. Waardoor het beslist is om eigenlijk de, een uitstel te doen voor de start van het nieuwe GLB. Nu, natuurlijk was het wel belangrijk dat er dan niet ergens een gat viel tussen die twee. Tussen het oude en het nieuwe GLB, de meester, heeft beslist om een verschillende overgangsmaatregelen uh, uit te werken voor 2021 en 2022. Die overgangsmaatregelen zijn ook van belang, zodat de landbouwers ook verdere steun kunnen krijgen, onder andere directe, directe steun, maar ook de, de gekoppelde steun uh, voor de landbouwers. Nu, Een van de een, 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 andere, een van de overgangsmaatregelen die er ook komt, zijn dus eigenlijk pre-eco-regelingen als overgang naar de eco-regelingen in het nieuw GLB. Ik kan me voorstellen dat een aantal landbouwers denken pre eco ecoregelingen. eco -regelingen, Wat is dat nu toch weer allemaal? Uh, Wel. Eco-regelingen zijn eigenlijk het nieuw instrument binnen het GLB dat eigenlijk landbouwpraktijken uh, gaat ondersteunen die gunstig zijn voor het klimaat, het milieu en dierenwelzijn en de antimicrobiële resistentie aanpakken. Belangrijk om mee te geven, eco-regelingen zijn eigenlijk vrijwillige maatregelen. Dus u als landbouwer kiest, stap ik daarin ja of nee? Dat is niet verplicht, dat is aan u. We stimuleren het met vergoedingen, maar het is aan u zelf om te beslissen, Dan ga ik erin niet. Wat zijn dan eigenlijk de pre-eco-regelingen? Dat zijn eigenlijk een, 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 aandeel, een, een aantal eco-regelingen die eigenlijk al een jaar vroeger beginnen. Daarom dus een beetje pre-ecoregelingen. Um nu, was is er een, belangrijk gebeurt, een belangrijke stap die gezet is? Deze zomer op 16 juli is er eigenlijk een principiële goedkeuring geweest van de Vlaamse regering over BWR, het besluit Vlaamse regering, tot bepaling van de regels om subsidies te verlenen voor de uitvoering van maatregelen met een gunstig effect op milieu, klimaat of biodiversiteit. Dat is eigenlijk het besluit Vlaamse regering die de pre-eco-regelingen uh, bepaalt. Nu, dat is een eerste stap in het, in het goedkeuringsproces van die nieuwe subsidiemaatregelen. Dat is nog maar een principiële goedkeuring, dat dossier hebben ook naar de Raad van State. Maar die moet nu eigenlijk nog finaal goedgekeurd worden eh, door de Vlaamse regering, hopelijk in september. Dus eigenlijk heel belangrijk om mee te geven: dat de info over de inhoud en de vermelde steunbedragen van de pre-eco-regeling, dat is altijd een stukje onder voorbehoud van een definitieve goedkeuring door de Vlaamse regering. Dus het is nog altijd, dus toch nog een beetje onder voorbehoud. wel. Nu, overal hebben we het dan eigenlijk over, over die, wat zijn nu dan pre-eco-regelingen? Wel, er zijn eigenlijk vijf pre-eco-regelingen geselecteerd geweest. Um, dat is eigenlijk een, waarbij er eigenlijk een keuze gemaakt is uh, uit de lijst van die eco-regelingen die nu voorgesteld worden om dan door te gaan in het nieuwe GLB. En men heeft dan eigenlijk gekeken van, wat zijn nu nieuwe maatregelen? Of welke maatregelen zijn bijvoorbeeld waar vroeger een agromilieumaatregel met een engagement voor vijf jaar, en die je nu verandert naar een uh, maatregel voor één jaar? Er zitten ook heel wat behoorlijk wat ambitieuze maatregelen in, maar het is de bedoeling dat het eenjarig is, is: die pre-eco-regelingen, um, waardoor dat we misschien ook wel nog zaken kunnen leren of bijsturen. Dus de eerste pre-ecologie gaat over de inzij van productief kruidenrijk grasland. De volgende gaat over ecologisch beheerd grasland. Een derde gaat over inzij, milieu, klimaat en biodiversiteitsvriendelijke deelten. Een vierde gaat over precisielandbouw. En een laatste gaat over de van organische koolstofgehalte bouwland. Ik moet jullie landbouwers niet gaan uitleggen als we spreken over van grasland, dat we natuurlijk nu wel echt een moment zijn aan het... Komen, dat er weer grasland moet ingezaaid worden. Um, dus het is nu de moment wel uh, om jullie te informeren. Uh, wie weet hoe dat weer zal zijn de komende maand, dat weten we niet. Maar we vonden het dus zeker belangrijk om jullie toch te informeren, zodat jullie weten ja, wat zit er nu in die pipeline wat zal er hopelijk in september goedgekeurd worden, zodat jullie eigenlijk kunnen gaan beginnen nadenken van um, die pre-eco-regeling, is dat iets voor mij op mijn bedrijf? Als ik dat wil gaan inzaaien, wat zijn de voorwaarden? Of wat zou daar allemaal in staan? zodat jullie toch zeker op tijd uh, geïnformeerd zijn. Uh, een aantal van de algemene regels uh, om mee te geven, dus dat ja, zijn een eenjarige maatregel. Sommige van die maatregelen is het wel de bedoeling dat die verder lopen in de eco-regelingen in uw GLB. Hè. Zou voor sommige maatregelen zou ook de steun dan eventueel kunnen verder gezet worden. Er kunnen ook wel hier en daar een aantal wijzigingen gebeuren aan de voorwaarden overkomen meer opties. We gaan ook zien van kijk wat sommige maatregelen moeten nog bijgestuurd worden. Um, sowieso is het eigenlijk enkel voor actieve landbouwers. De subsidies zullen ook moeten aangevraagd worden via de verzamel aanvraag 2022. En de vermelde steunbedragen zijn maximale subsidiebedragen. Um, eigenlijk het definitieve subsidiebedrag is altijd afhankelijk van het aantal aanvragen, beschikbare budget in 2022. En dat wordt eigenlijk bepaald na indiening, controles en berekening van alle aanvragen. Wat is nu de eerste maatregel? Laten we eraan beginnen. Maatregel per maatregel, productief kruidenrijk grasland. Wat is dat nu eigenlijk? Dat is eigenlijk, we verstaan eronder grasland dat ingezaaid wordt met een mengsel van grassen, vlinderbloemigen en kruiden. Dus dat is niet zelfs als de grasklaver, je moet echt een component grassen, vlinderbloemigen en een component kruiden inzetten. Nu, waarom willen we dat ondersteunen? Waarom vinden we dat zo interessant? Het is eigenlijk zo, doordat je eigenlijk verschillende soorten gaat inzaaien, gaat je eigenlijk een betere bodemkwaliteit krijgen. Vooral doordat je eigenlijk een combinatie krijgt van fijne en grove wortels en ook een hogere opbouw van organische stof. We verwachten ook een hoger droge stofgehalte en ook een hoger eiwitgehalte. Omdat, dan ten opzichte van puur grasland, om, door de stikstofbinding van de klaver. En verschillende mengsels met, met, met smalle Wegenbee en shigorei hebben ook al aangetoond dat die toch een stabielere opbrengst geven en ook droogtetolerant zijn eigenlijk. Um, dus geen grasklaver, maar eerder grasklaver met kruiden. Misschien ook al meegeven dat dat dus aanzien wordt als grasland. Um, het zou kunnen meetellen als voor Of er al of niet die rogatie op kan, is nog af te wachten eigenlijk. Um, Dergelijke, er zouden ook geen bemestingsbeperkingen opgelegd worden, maar dergelijke systemen, daar let men toch wel best op qua bemesting. Pedro zal daar ook meer informatie over geven. Begrazen of maaien zal kunnen op beide systemen. Ik zie juist dat ik nog twee positieve eigenschappen vergeet. Eigenlijk zo'n graskruidenmengsel dat is natuurlijk heel positief naar biodiversiteit en naar landschap. En voilà, de kunstmestuitsparing, dat is natuurlijk ook positief hè, als landbouwer, als we daarop kunnen besparen. Wat zijn nu juist de subsidievoorwaarden? Um, het, moet, het gaat over een mengsel waarin er minstens twee soorten, moeten, twee soorten gras moeten zitten. Denk aan Engels rijgras, krop- en veldbeendgras. Minimum vijf vlinderbloemigen en kruiden, waarvan dan minimum twee kruiden, bijvoorbeeld wilde chicorijs, malenweegbreek, karwei en minimum één vlinderbloemige. Dat kan een rode klaver, witte klaver, gele honingklaver, luzerne zijn. De lijst van welke grassen vlinderbloemigen en kruiden we aanvaarden voor in deze mengeling, om mee te tellen met dat aantal, dus met die minimum vijf vlinderbloemigen, Staat ondertussen ook op, de, op onze website uh, bij de overgangsmaatregelen. Ik zal straks ook nog wel eens de link uh, daarnaartoe uh, toe meegeven. Uh, de vlinderbloemen en kruiden uh, moeten samen minimaal 25% van het gewichtspercentage van het mengsel zijn. En er mag maximaal 30 kilogram graszaad per hectare ingezaaid worden. Het mengsel mag ook complexer uh, worden. maar mag ook kiezen om meer kruiden in te zaaien, meer vlinderbloemen. Dat is geen enkel probleem. Dus extra kan zeker eigenlijk. Um, voor, om, om te voldoen aan de subsidievoorwaarden mag er eigenlijk maar ingezaaid worden vanaf het najaar van 2021. is vroeger ingezaaid, dus in, het voorjaar, voor, in dit voorjaar of eerder telt niet mee. De teelt moet ook aangehouden worden minimaal eind 2022. Nu, we spreken over een meerjarige teelt, dus op zich is dat wel logisch. Het is niet de bedoeling dat je dat nu zou inzaaien en dat je dat volgend jaar al terug gaat, om, op, uh, uh, gaat, gaat onderploegen. Um, dit is een eenjarige regeling, maar het is wel de bedoeling, eigenlijk, als het, als het goedgekeurd wordt dat dat dan in, um, in, het, in het GLB, dat dat dan eigenlijk verder gezet wordt naar die mate die hier aan blijft. Belangrijk is ook dat kruiden- en vlinderbloemigen zichtbaar zijn tijdens het groeiseizoen. En, uh, normaal kan er geen herinzijd zijn na een schriftelijke melding. Facturen moeten ook uh, bijgehouden worden in tien jaar. Er zijn ook een paar perceelsvoorwaarden. Het perceel moet binnen 30 jaar groot zijn en het perceel was eigenlijk bouwland in 2020 en 2021. Um, die voorwaarde bouwland, eigenlijk, het is eigenlijk, um, we willen eigenlijk niet hebben dat dat, dat uh, blijvend grasland omgeploegd wordt nu om, uh, om productief kruidenrijk grasland in te zaaien. We spreken over eco-regeling, dat is eigenlijk positief zijn. Voor, uh, voor het milieu en het klimaat en natuurlijk, als je blijvend grasland schuurt, dan heb je toch altijd wat verlies van organische koolstof. Dus eigenlijk, als dat tijdelijk grasland was in 2020 en 2021, dan kan dat wel. eigenlijk. Um, misschien ook nog wel even meegeven dat we spreken over, um, over inzaaien van uh, productief kruiderijk grasland, geen doorzaaien. Uh, waarom eigenlijk doorzaaien? Um, is, is eigenlijk heel. Al ja, Pedro zal het straks ook wel aanhalen, denk ik. Maar door zijn is eigenlijk heel risicovol naar mate van succes. Als je dan een gevestigde grasodder hebt, om daar dan nog kruiden tussen te krijgen. de kans van slagen is eigenlijk super klein. Dat heeft ook wel meer kost, dergelijke kruidenmengsel. Dus dat is toch belangrijk dat we daar toch, dat we toch alles eraan doen om het te doen slagen. Um, dus dit is een maximumbedrag. Um, en... Uh, uh, het maximumbedrag van 350 euro per hectare kan toegekend worden aan deze maatregel. Uh, de maximumbedrag, ik heb juist al uitgelegd waarom dat, uit dat staat. Er zijn ook altijd nog een paar generieke voorwaarden. Ik zal ze hier vermelden. Het geldt eigenlijk ook voor de andere maatregelen. Maar het is eigenlijk, dat moet altijd op, uh, to, uh, toegepast worden op subsidiabel landbouwareaal in het Vlaams gewest. Het moet gaan over een perceel in eigen gebruik in deelperiode van de hoofddeelt. Voilà, dit is de eerste maatregel. Dan gaan we over naar ecologisch beheerd grasland. Wat verstaan we daaronder? Uh, dat is eigenlijk extensiever uitgebaat grasland zonder gewasbeschermingsmiddelen of kunstmest. Waarom zouden we dat willen ondersteunen? Ja, natuurlijk, zonder uh, gewasbeschermingsmiddelen gaan we sowieso een lagere milieudruk hebben. Uh, we gaan ook een positieve bijdrage hebben aan de biodiversiteit. Wat zijn hier de subsidievoorwaarden Dus het teelt moet sowieso volgend jaar volledig aangehouden worden. Geen gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Er is een enkele uitzondering om pleksgewijs akkerdissel te gaan bestrijden. En geen gebruik van kunstmeststoffen. Um, Perceelsvoorwaarden. Perceel mag minimum 30 aardig groot zijn. Het kan niet op derogatiepercelen toegepast worden. Dus er is niet bepaald hoeveel, hoeveel dat er juist mag op een worden. Maar het kan dus sowieso niet op derogatiepercelen. Um, en als er al een verbod geldt uh, van het gebruik van beperkingen, uh, ver verbod geldt op het gebruik van bemesting of grasbeschermingsmiddelen, dan kan men ook niet in aanmerking komen. Maximumbedrag hier is 300 euro per hectare voor de steun. Een volgende maatregel uh, met een lange titel: inzage van milieu, klimaat en biodiversiteitsvriendelijke teelten. Waarvoor staan we hier dus onder? Dat is een inzage van eenjarige eiwitteelten. Eenjarige ijwenteelten, dus hier valt niet de grasklaver of de luzerne onder. Hè. Dat zijn meerjarige uh, ijwenteelten. Uh, ik geef dat zeker al eventjes mee, omdat die vraag heel vaak komt. Dus grasklaver of luzerne zitten niet vervat in deze, uh, deze pre-eco-regeling. Het is niet dat wij nu denken dat die teelten helemaal niet meer interessant zitten. Het is, ze zitten wel degelijk nog in de voorstellen voor ecoregelingen. Maar ze waren dus in het, huidige, in het huidige GLB, waren dat meerjarige engagementen. En dat is ook de bedoeling dat dat een meerjarig engagement blijft in het nieuwe GLB. En dus zoals ik in het begin zei, bij de pre-ecoregeling is vooral gekozen voor maatregelen die nieuw waren of die toch veranderen van qua... qua Qua engagement. Dus bijvoorbeeld de eiwitteelten. Ik, ik ga het er straks over hebben, de vuilbonen. Vroeger was dat een engagement voor vijf jaar, nu is dat een engagement van één jaar. Dus daar is toch een verandering eh, in, de, in, de, in de systematiek, en daarom is dat wel niet genomen met de pre-eco-regelingen. Um, misschien ook nog iets over die grasklaver en maar de vraag sowieso gaat komen. Mensen gaan misschien zeggen van, tja, en hoe zit het nu met aflopende contracten? Die contracten die gaan voor één jaar nog kunnen verlengd worden. Ook de contracten die uh, vorig jaar al voor, met één jaar verlengd geweest zijn. Mensen met aflopende contracten zullen door de administratie gecontacteerd worden hierover. Zodat ze dan ook de informatie krijgen van eventueel hoe die aanvraag voor verlenging te doen juist. Voilà. Ik wil het even duiden, want anders komen daar toch heel veel vragen over en ik hoop dat het hiermee duidelijk is. Naast de inzaai van eenjarige eiwitteelten uh, gaat deze maatregel ook over diepwortelen en gewassen en ook over de teelt van zomergraan of faunamengsel in de heersgebieden van akkervogelsoorten. Waarom ondersteunen we dergelijke teelten? Ja, dat zijn teelten die een positief effect hebben op milieu, klimaat of biodiversiteit. We kunnen er ook kunnen voor zorgen dat er een verhoging is van de lokale eiwitvoorziening. Ik moet veehouders niet uitleggen de discussies over import soja. Dus ja, lokale eiwitvoorziening is toch wel van belang. En sommige van die teelten hebben ook zeker een positief effect op de bodemkwaliteit. Eiwitteelten, wat zijn hier de subsidievoorwaarden aan? Dus ze moeten als hoofdteelt geteeld worden. Welke teelten? Dat gaat over voedererten, veldenbonen, soja, quinoa. Drooggeoogste erten, bonen, fascioloesbonen. Het kan ook gaan over mengteelten mengteelte van graan en vlinderbloemigen. Daarbij moet er wel een minimum minimumzaaidichtheid zijn. Van oftewel, er moeten er ofwel voedererten of zomerveldbonen in staan. En de zaaidichtheid staan vermeld op de slide. Dus eigenlijk is dat toch vergelijkbaar met de gekende uh, steun voor de vlinderbloemigen. Wat is er dus eigenlijk veranderd? Vroeger was dat dus een engagement van vijf jaar, nu is dat naar één jaar, waarbij dat we eigenlijk hopen dat de drempel verlaagd is voor landbouwers die denken van goh, ja, veldbonen, ik wil dat misschien wel eens proberen, maar goh, ik weet het niet zo zeker. Uh, ja, vroeger moest ze dan vijf jaar u engageren, nu is het eigenlijk maar één jaar. Um, Even meegeven, uh, deze teelten kunnen zowel voor uh, dierlijke voeding, voeder, uh, maar kunnen ook voor menselijke voeding gebruikt worden. Er zijn toch een aantal nieuwe teelten die hier aan toegevoegd geweest zijn. En um, bij de mengteelten uh, is het ook zo dat de zijdichtheid voor boederuiten uh, wat lager ligt, omdat uiteindelijk uh, de vroegere verplichting qua zijdichtheid was voor mengteelten eigenlijk moeilijk haalbaar, lag wat te hoog eigenlijk. Um, er is ook geen aanhouddatum niet meer uh, zoals vroeger. Uh, maar het moet wel als hoofddeel. dus dat is wel belangrijk om dat ook zeker te respecteren. Voor die eiwitteelten is het ook zo dat we eraan denken om in de toekomst uh, sommige nieuwe sommige eiwitteelten misschien in de toekomst toe te voegen. Um, dat kan, de bedoeling zou zijn, het nieuwe GLB, dat die lijst dus uh, kan aangepast worden, waarbij we altijd zoeken naar teelten die toch zeker praktijkrijp rijp zijn, dat we zeker zijn als landbouwers mee aan de slag gaan, dat ze toch slagen veel Kans van slagen hebben dat er als zware de is, of dat er toch zeker ook adviseurs zijn die weten hoe die teelt aan te pakken, maar ook teelten waarvan we, waar we merken van op zich is daar toch nog wel steun nodig qua marktwerking, um, die zijn nog niet helemaal uh, die markt zit nog niet goed in elkaar of het is toch wel moeilijk qua afzet. Dus dat is eigenlijk een beetje wat we beschouwen voor de eiwitteelten. Uh, nee, dat zijn zo de grote lijnen, um, eventjes. Uh, ook nog meegeven dat facturen moet er tien jaar bijgehouden worden. Perceelsvoorwaarden: perceel moet opnieuw minimum 30 erg groot zijn, en er is een steunbedrag uh, van 600 euro per hectare. Um, diepwortelende en dat zijn ook weer deelten die als hoofddeelt moeten ingezet worden. Het gaat over koolzaad, hele mosterd, bladhermanas, hennep en tachetisch. Er zijn voor een paar teeltes specifieke voorwaarden. Tachetisch moet minimaal drie maanden aangehouden worden en daarna ondergewerkt worden. Bij gele mosterd en bladramenas is dat minimum twee maanden. Ook hier facturen bijhouden. Uh, opnieuw per sales voorwaarden minimaal 30 aren. Uh, voor hennep en koolzaad spreken we over een maximaal subsidiebedrag van 150 euro per hectare. Voor tachetisch, gele mosterd en bladramenas gaat het over 600 euro per hectare. Toch wel mooie bedragen, denk ik. Dan uh, komen we naar het volgende: fauna-vriendelijke teelten. Uh, wat is dat? Dat, is eigenlijk, dat zijn eigenlijk zomere granen um, of fauna-mengsels die uh, uitgezet worden in het beheersgebied van de akkervogelsoorten. Um, hoe weet ik of mijn perceel ligt in zo'n beheersgebied? Eigenlijk kan dat gezien worden in de verzamelaanvraag in het grafisch luik. Daar is het uh, beheersgebied akkerfauna. Uh, terug te vinden. Um, nu, dat faunamengsel, mengsel daar is ook een teelsamenstelling uh, aan bepaald, uh, wat dat daar juist moet in zitten. Dan moet van 60 tot 90 procent van de teelten uit de teeltgroep van de graangewassen komen. 5 tot 10 procent is brassica, er zijn een paar uh, opgelezen hier. En maximaal 35 procent is zonnebloem, bendaaging, vlas, fossilia, voederwikken, witte klaver of rode klaver. En het moet ingezaaid worden met een zaaidichtheid. Van 50 tot 60 kilogram per hectare, minstens tot 15 maart 2023 aan te houden. En dus in dat beheersgebied. Ook hier moeten de facturen bijgehouden worden. Um, Perseelsvoorwaarden moeten opnieuw minimum 30 aarde zijn. Steunbedrag uh, is voor sommige 150 euro per hectare en voor het faunamengsel 600 euro per hectare. Uh, ook hier weer de algemene voorwaarden moeten gaan over uh, subsidiabel landbouwareaal in de gelegenheid Vlaams gewest en de eigen, eigen gebruik in het um, eigen gebruik zijn. Um, voilà, dan komen we al tot de vierde maatregel, die gaat over precisielandbouw. Wat verstaan we daaronder? Dus bij het toedienen van gewasbeschermingsmiddelen inclusief vloeibare meststoffen en of korrelmeststoffen. Op de hoogte het gebruik maken van precisielandbouw door automatische GPS-aansturing of automatische RTK-GPS-aansturing. Waarom? Um, ja, door de automatische aansturing van landbouwmachines via GPS kunnen we er eigenlijk in slagen om overlapping te vermijden bij het toedienen van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen. Dus dat is sowieso interessant als landbouwer, want dat kan ervoor zorgen dat je minder moet gaan gebruiken, dus een lagere kost qua gewasbeschermingsmiddelen of meststoffen. En natuurlijk is dat ook beter voor, uh, voor het milieu en het klimaat. Um, de voorwaarden hier voor deze maatregel. Um, minstens 80% van het areaal uh, moet, moet toegepast worden op minstens 80% van het areaal subsidiabele hoofddeel. Dus eigenlijk hier, dat is een maatregel dat we meer op bedrijfsniveau bekeken. Ja, vaak gaat het over welke machines gebruikten. Uh, Hebben de zelf of, mm, welke machines gebruikt uh, hun, hun loonmerker? Maar we zien dat, dus, ja, dat je dat niet toepast, op een, meestal niet op één perceel, maar meestal op een groot deel van uw percelen. Uh, voor dat areaal uh, telt niet mee het areaal uh, met BO, biograsland en meerjarige voedergewassen. Ik denk misschien, ja, waarom wordt dat uitgesloten? Omdat bij bepaalde gevallen of bij bepaalde type bedrijven wouden we het ietsje gemakkelijker maken om aan die 80 te geraken. Eigenlijk. Dus daarom zijn een aantal zaken uitgesloten waarvan we dachten, want ja, dat wordt misschien moeilijk. Om deze maatregelen op dat type teelten dat type te gaan toepassen. Afkansstrooiing is verplicht uh, bij grasland. Bij akkerland is het ook verplicht als de korrelmeststof gestrooid wordt uh, voor het zaaien of planten. Uh, de perceelsfiche moet bijgehouden worden, um, waarbij er vermeld wordt de handeling, GPS-type, de merk en de uitvoerder. Uh, de machine moet eigenlijk onmiddellijk ter beschikking zijn als er controle komt. Ofwel, in uw werkt met een, een loonmerker is het ook voldoende... Uh, dat de facturen van de loonwerker beschikbaar zijn. Um, natuurlijk moeten op die fa facturen ook uh, de nodige zaken staan. Hè. Dus uh, zo ook weer um, de naam, het gps-type en het merk. U moet ook een aantal zaken uh, bijhouden um, waarbij je dan kan kiezen. ofwel werkt u met geotech fotos uh, vanuit het departement landbouw zijn we een, web app, uh, een app applicatie aan het maken, uh, een, een app, de LV AgriLens applicatie, die zou eind dit jaar beschikbaar komen. En die zou dan eigenlijk toelaten dat je foto's trekt uh, van op een bepaalde locatie en dus eigenlijk weet men dan perfect waar is die foto genomen. Wat had er juist op die foto gaan moeten staan, dat moet nog een beetje verder uitgewerkt worden. Dat zal zeker binnenkort duidelijker worden. Dus ofwel werkt men met die geotect foto's, ofwel kan je ook de as-applied kaarten bijhouden die aangeven hoe die toeding is uitgevoerd. Ofwel, indien je werkt met een loonwerk, kan dat ook, wat je de factuur hebt van de loonwerker, maar dan moet die wel uh, die, die uh, GPS-coördinaten eigenlijk uh, daarop vermelden. De documenten moeten bijgehouden worden tot 2033. Hoe zit hier de vergoedingen in elkaar? Um, hier is gekozen om te werken met een, een degressieve vergoeding. Dus te zeggen: de eerste 10 hectare op uw bedrijf wordt uh, aan een bepaalde vergoeding uh, bepaald, be uh, betaald. En dan, hoe meer areaal je hebt, dan wordt elke keer die vergoeding iets lager. En dan ziet u in een kolom: enkel of beide. Uh, enkel is als je iets enkel gewasbeschermingsmiddelen uh, toepast, toepast via GPS-aansturing. Uh, of enkel, um, dus enkel uw gewasbescherming of enkel uw uh, bemesting. Beide is indien u uw bemesting en uw gewasbeschermingsmiddel toepast via, via RTK of gewone GPS. Ze um, dus zien ook de vergoedingen voor RTK-GPS zijn uh, hoger dan die ten opzichte van gewone GPS. Um, ook meegeven dat de subsidie uh, wordt beperkt tot een areaal van 100 hectare subsidiabel hoofddeel per bedrijf. Nu, je ziet heel veel bedragen. Eh, denk dan misschien, oei, oei, wat moet ik mij daarbij inbeelden? Eh, een collega heeft een grafiekje daarbij voor gemaakt. Dus eh, je ziet hier eigenlijk de oppervlakte van een bedrijf en het subsidiebedrag. Die blauwe lijn is als gewerkt met, uh, met gps-aansturing voor één uh, maatregel. Dus bijvoorbeeld enkel voor bemesting. Uh, de oranje lijn, um, dat is eigenlijk indien dat je gps toepast voor zowel gewasbescherming als bemesting. Als voor RTK gps uh, één maatregel, dus bemesting of gewasbescherming. Dat is omdat die bedragen eigenlijk hetzelfde zijn, dus daar nog maar één lijn ziet. De hoogste lijn is eigenlijk als je RTK gps toepast, zowel voor bemesting als gewasbescherming. Dus eigenlijk zie je, ja, RTK wordt meer vergoed dan gewoon GPS. Maar zie je ook zeker, allee, dat die eerste 20 hectare, uh, dat die vergoeding hier in het vlugst stijgt. Dus het is zeker niet dat het enkel voor heel grootschalige bedrijven interessant is. Allee, ik denk ook, andere, allee, de eerste 20 hectare stijgt het meest. Dus voilà, zo heb je toch al een keer een overzicht of over een idee van welke bedragen spreken we. Uh, zodat niet iedereen posten en rekenmachine moet gaan bovenhalen. Een volgende maatregel rond precisielandbouw gaat rond plaatsspecifiek bekalken op basis van taakkaarten. Uh, waarom? Uh, een optimale pH is eigenlijk essentieel voor een goede opname van nutriënten en is eigenlijk relatief uh, snel te verbeteren. Um, dus eigenlijk uh, is er een vergoeding om het aanmaken van taakkaarten. Belangrijk, die taakkaarten kunnen maar aangemaakt worden vanaf half september 2021, als dus die goedkeuring er is. Uh, voor deze pre eco regelingen Dus indien dat je van plan werd om taakkaarten te laten aanmaken. Um, dan is dat toch. Uh, ja, zou ik zeggen, wacht nog eventjes. Zodat je toch zeker ook nog uh, kunt gebruikmaken van deze maatregelen. Dus dat zijn eigenlijk taakkaarten die echt gaan kijken. Ook wel um, gaan kijken hoe dat de pH is op. Uh, Aangeven hoe dat de pH op verschillende locaties uh, op uw perceel. Uh, hoe dat ermee gesteld is eigenlijk. En op basis van die taakkaart, u kan u dan volgend jaar plaatsspecifiek gaan bekalken. Eigenlijk um, opnieuw moet u een aantal documenten gaan bijhouden. U moet dus perceelsfiches bijhouden, waarbij dat, dat vermeld is he, dat dat bekalkt geweest is, met dan vermelding van het GPS-type, het merk en de uitvoerder. Kan opnieuw door uw loonmerker en dan moeten er ook weer dezelfde zaken genoteerd worden. En u moet dus weer ter beschikking hebben: zelf ofwel weer die heel foto's, foto's, de applied kaarten of de facturen van de loonmaker, afhankelijk van wie het toegepast geeft en wat gemakkelijkst is om bij te houden. Hier is een steunbedrag van maximaal 100 euro per hectare voor voorzien. Dat is eigenlijk voor de kost van het maken van de taakkaarten. Eigenlijk. Um, Voilà, dit rond precisielandbouw. En dan komen we al bij de laatste maatregel, die gaat over het verhoog van het organisch koolstofgehalte op bouwland. Um, waarom is dat van belang? Ja, het organisch koolstofgehalte van een belangrijk aandeel van de Vlaamse bodems is helaas suboptimaal tot zeer laag. Terwijl dat de opbouw en dat behoud van organisch stof in de bodem eigenlijk van groot belang is. Um, een hoge gehalte dat is beter tegen erosie, een betere waterhuishouding en vruchtbaarheid. Um, en dergelijke bo bodems hebben, zijn eigenlijk beter gewapend tegen de droogte of de wateroverlast. En kijk naar ja, vorig jaar en dit jaar. Het is van belang dat hun bodem zowel tegen de droogte kan als tegen de regen. Uh, ik denk dat dat dit jaar uh, en vorig jaar wel zeker uh, bewezen heeft welke extreme weers weersomstandigheden dat we toch allemaal uh, mee te maken krijgen eigenlijk. Wat zijn de subsidievoorwaarden voor deze maatregel? Uh, deze maatregel moet toegepast worden op je volledig areaal bouwland. Um, en dan eigenlijk wordt er gekeken naar, um, naar, uh, naar uw teeltplan. Wordt er gekeken welke teelten geeft u aan eigenlijk. En dan wordt er per teelt wordt gekeken van kijk... Hoeveel kilogram effectieve organische stof uh, draagt die teelt bij? En zo wordt er eigenlijk gemiddelde berekend overal uw percelen en op uw, op uw areaal bouwland. Hoeveel dat je gemiddeld, hoeveel kilogram uh, effectieve organische stof um, draagt erbij. Um, en belangrijk is eigenlijk ja, dat je dan een bepaalde drempelwaarde overschrijft. Um, uh, belangrijk uh, als perceelsvoorwaarde is dat perceel bouwland was in 2020 en 2021. Uh, waarom eigenlijk, dus uh, percelen die blijvend grasland waren en gescheurd uh, um, worden, en dan bijvoorbeeld dat daar uh, mais op komt te staan, die percelen worden eigenlijk niet bekeken en ook niet meegenomen voor de berekening van effectieve organische koolstof. Uh, um, ja, sowieso als geblevend grasland gescheurd, zeker in. Uh, ja, in die korte fase na schuren sowieso een verlies hebben voor, van uw koolstofgehalte. Uh, dus ja, dan is dat sowieso moeilijk om daar ergens nog te gaan voor, voor vergoeden. Voilà, een hele boterham. Maar uh, bij deze maak ik toch zeker ook nog eens reclame voor een aantal toekomstige studiedagen. Uh, we hebben nog een aantal proefvelbezoeken uh, voorzien. Uh, dit is een webinar. Ik denk dat dat soms heel gemakkelijk is als je s'avonds naar je werk kunt komen luisteren. Maar kijk. Uh, we mogen toch ook meer en meer terug eens op het, uh, op het veld gaan kijken. Uh, de coronamaatregelen worden minder en minder streng. Dus uh, bij deze zeker ook welkom op onze proefveldbezoeken, waar de uitleg ook aan bod zal komen. Ik ook aanwezig zal zijn. <coughs> en soms ook nog op een aantal locaties productief kruidenrijk grasland kunt zien. Ik wil toch zeker ook meegeven dat, uh, voilà, voor meer informatie, dat je altijd terecht kunt op de website van het departement Landbouw en Visserij. Dus er is een webpagina uh, specifiek rond pre-eco-regelingen en je kan ook de QR-codes scannen en zo altijd direct de juiste link hebben op de webpagina. Die pagina wordt opgedeid, uh, dus kijk twee dagen geleden is die nog upgedate met meer info in de fiches. Ook als bijvoorbeeld principe, als er een definitieve goedkeuring zal komen door de Vlaamse regering, dan zal dat ook op vermeld worden eigenlijk. Dus ja, dat is zeker wel de plek waar je altijd terug kunt voor je vragen.